Hallo lieve mevrouw, ik ben op zoek naar de kont. Koffiekop, koffieshop. Geen idee. Oké, okay, doei doei, fijne dag. Hallo meneer, het is geen stiltecoupé. Maakt niet uit, kijk maar eens naar de spelregels. Als andere mensen last hebben van de radio's of andere lawaai. Meneer, ik ben alleen mijn video's aan het comprimeren. Maakt niet uit, dan zet je mijn oortjes in. Nee meneer. Als u er last van heeft, dan moet u maar lekker oordopjes opzetten. Ik ben vrij om te gaan staan waar ik wil. Waar. Jawel. Waar. Kijk er maar naar. Het is geen stiltecoupé. Wie maakt er nou herrie? Stiltecoupé. U maakt meer herrie dan mij hoor, meneer. Ook in een niet-stiltecoupé hoor je geen herrie te maken. Dat is niet waar. Nee, jij ontkent. Ik ben mijn video's aan het comprimeren, meneer. Dan nog hoor je dat in zodanig stiltecoupé. Wat je van beren leren kan, dat kan alleen een echte man. Ja. Oh, begint u nou ook al? Wat een kleurrijk persoon. Nou, krijgt u in één keer bijval, hè, meneer? Nou, goh, wat een held bent u. Wat een held? Ja, ik mag gewoon mijn video's comprimeren. Ja, mag je video's comprimeren? Ja, dat is niks mis mee. Het is geen stiltecoupé. Je hoort er geen last bij. Niet met een vingertje wijzen, meneer. Niet met een vingertje wijzen. Niet doen. Alle respect. Jij maakt momenteel een videoopname. Dat mag al helemaal niet. Oh, dat mag zeker wel. Nee, zeker niet. Als u mij aanvalt, verbaal. Ik val niemand ja, aan. Ja, dat doe je wel. Ik stel een vraag. Ah, meneer, scheid toch uit, man. U moet het ook met een korreltje zout nemen, hoor. Hè? Met uw lanceerplaats op uw hoofd. Hè? Heb ik weer. Ja, fijne meneertjes. Wij zijn van de buurtprovincie à la carte van de maffia en zo. Wij zoeken twee mannen, donker gekleed. Allebei grijs haar. Die hebben net een misdrijf gepleegd. Jongens, eerlijk vertellen. Zijn jullie het of zijn jullie het niet? Ik heb hier... Geen zin in. Geen behoefte aan, oké. Okay. Nou. Ja, Doesburgse politie, even afstappen meneer. Meneer, ho. Even stoppen meneer. Even stoppen, Doesburgse politie. Bent u gisteren toevallig buiten geweest? Yesterday. Ben je gisteren buiten geweest? Heb jij meegedaan aan de Doesburgse rellen? Ik heb niet meegedaan. Nee, ik bedoel na 12 uur. Was je toen buiten? Nee. Je hebt een verdacht signalement opgekregen. Heb je legitimatie voor me? Legitimatie? Heeft u bewijs dat u het niet is? Hoezo? Twijfelt u soms aan mijn integriteit van de politie? Nou ja, ik bedoel, u komt mij inhalen, u vult mij random. Ja, nee, maar dat is niet random. Dat is omdat wij een vermoeden hebben dat u na 12 uur aan het rellen was. Dus je bent gewoon een relnicht. Ja, na 12 uur. Nou meneer, kijk, weet je nou, eerlijk zijn, hè? Nee. Ik heb het niet gedaan, luister. Mijn ouders zijn best wel streng. Ja. Ik hoef ook niet meer buiten te komen na 9 uur. Oké. Dus ik kan het sowieso niet geweest zijn. Ik snap dat u alert bent, ik snap dat u... Ja, nee, wij zijn ook van de burgerplicht natuurlijk, hè? Dat snap je natuurlijk wel. Ja. U was het echt niet? Ik zweer het. Ik kan het op alles? Zweren, op alles. Spuug je erbij? Nou, dat mag niet. Dan krijg je boete voor coronamaatregelen. Ja, sorry. Nee, is goed. Fijne dag, hè. Doei. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ja. Je gaat mij helemaal niet slaan. Ja? Nee, begin te verbeteren. Dus je gaat doen. Help me even, maat. Ze lopen weer te al lastig van. Nee, je moet me gewoon laten die last van. Wat wil je doen dan? Ja? En anders? Wat en anders? Ja, en anders. Ja, en anders. Ik ga niet aanraken. Ik moet niet gaan filmen. En anders, wat wil je? Wat wil je? Niet aanraken, gek. Niet aanraken. Niet zo raar doen. Hallo, fijne meneer. Wat zijn we hier aan het doen? Aan het wieden. En de bladeren aan het opruimen, dus stukken door die. Maar. Daar heeft u een vergunning voor nodig, meneer. Nee, dat denk ik niet. Jawel. De bladeren is kapot gemaakt? Nee, daar heeft u een vergunning voor nodig. Voor de groenvoorzieningen. Wij zijn van de groenvoorzieningen. En het is eigenlijk niet de bedoeling dat u in uw tuin gaat staan. Oh, nou, dan is dat heel dus raar. Hop, wieberen. Nee, joh, grapje man. Doei. Hallo fijne mensen. Wij zijn dringend op zoek van de buurtpreventie naar twee man in groene kleding. Hebben jullie toevallig twee man in groene kleding gezien? Ik weet
Nee, ik meen het. Wij zijn van de buurtpreventie en we hebben net opdracht gekregen om te zoeken naar twee man in groene kleding. In een Ford K. Ja. Een blauwe. Ik zou de politie niet meer bij halen. Bent u het toevallig of zijn jullie het? Nou, hij is het eigenlijk, want ik ben zijn broer. Nee, maar u moet het wel serieus nemen. Wij zijn nogmaals voor de derde keer van de buurtpreventie. En ja, anders moeten we even maatregelen nemen. Wat voor maatregelen? Ik ga de gevangenis aanhouden. Nee. Komen we u even uit de auto halen? Ik vind het wel gezellig, maar moet ik zeggen. Ja, vindt u dat wel heel gezellig? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Oké. Okay. Helemaal geweldig. Fijne dag. Yo. Nou, Keizer en zo, die heeft weer wat. Een nieuwe fiets. Ik hoop dat ik snel genoeg ben om het te kunnen pakken. Zo, fijne meneer, die zal het wel niet doorhebben. Zie je? Bedankt, hè. Ah, doei, doei. Nee. Je hebt ook een nieuwe fiets nodig. Nee. Grapje, meneer. Helemaal geweldig. Fijne dag. Ja. Doei, doei. Nou, dat was maar een grapje. Nou, na een kleine omzwerving door de stad zijn we dan toch aangekomen bij de shop. In ieder geval, we zijn in de buurt. Dus dan begin ik ook weer een beetje te leven, want poepoe. Dit is ook, ja, weet je, Venlo. Wat weet ik ervan? Ik heb tot nu toe, wat ik tot nu toe gezien heb. Hé, jongens! Och jee. Dat maak ik weer mee, hoor. Wat film je dan? Ik ben vlogger. Wat wil je doen? Yes, yes. Ik ben dus vandaag de nieuwe conducteur. En ik ga de mensen gewoon even vragen of ze een kaartje hebben. En of ze daar intrappen. Nou, dit kan dus niet. Rotzooi moeten ze allemaal zelf opruimen. Hop. Ik vind het asjel. Ja, goedendag, fijne mensen. Treinkaartje alsjeblieft. Goedendag. Treinkaartje alsjeblieft. Ja, gezien. Ja, gezien. Treinkaartje alsjeblieft. Ja, dank u wel. Yes. Ja, gezien. Hop. Zo. Nou, de onderste rij nog even pakken. Ja, treinkaartje alsjeblieft. Geen haast, geen stress. Mama, wacht even, ik moet even het treinkaartje pakken. Ja, gezien. Treinkaartje alsjeblieft. Sorry? Treinkaartje. Ja, even checken. Ja, gezien. Treinkaartje alsjeblieft. What the fuck? Nou, ik ga maar gewoon even zitten bij jou, want hè, hoe is het? Waar kunnen we jou s'nachts voor wakker maken? Ja. Op dit moment om naar Oostenrijk te gaan. Om naar? Naar de sneeuw te gaan. Naar de sneeuw? Ja. Dat meen je niet. Dus je bent een winter. Ja. Liever de winter dan de zomer. Dat lees je overal. Horizon. Nou, jij bent een slimmerik. Je had het meteen al door, hè? Ja. Ach ja, is goed. Nou ja, weet je wat? Ik zou zeggen, blijf me volgen, Keizer en zo. Mm-hmm. En dat. Doei doei. Ja, we zijn weer terug in Arnhem. Ik heb dit keer een kaartje. Hop. Ze doen helemaal niks. Zie je? En als ze wel wat doen, dan ren ik gewoon weg, gek. Hi. Dus. Want ik ben de conducteur. Is die weer dik, jongens? Gewoon dat voetje er tegenaan. Ja, zo ja.
Hop. En dan gaan we weer. Woehoe. Hoppa. Nou jongens, we zijn weer in Arnhem. Home sweet home. Nou, we gaan hier nog eens even verder kijken wat er allemaal te doen is. Of de mensen wel genoeg van zichzelf houden. Houden jullie genoeg van jullie zelf? Ja? Oké. Okay. Hallo lieverd! Ja, je bent een hele lieve vrouw. Zie ik meteen. Wat moet je dan, joh? Hé, wat moet je, godverdomme man? Jongens, hebben jullie voor mij ook een paar biertjes gehaald? Een paar biertjes? Je mag zelf halen. Hé, wat zegt u? Je mag zelf halen. Oh, je mag zelf halen. Is goed. Nou, dan haal ik het bier gewoon zelf. Ja, en ik was net toch... toch even weer verbaasd. Dat er zoveel mensen zijn die dan als een schaap meedoen. Dat er een enkeling die zegt, ja, maar jij bent geen conducteur. Snap je? En dat is de hele mensheid. Dat wil ik eigenlijk benadrukken. Ook in deze coronatijd. Mondkapjesplicht en dergelijke. Iedereen gaat maar mee. En iedereen die doet maar wat. Maar ja, weet je wat het is? Als je een schaap wil zijn, dan moet je dat lekker zijn. Maar ja, ik vertik het om een schaap te zijn. Bäh! Hop! Nooit van mijn leven. Nee. Dat wordt hem niet. Nou, we zijn alweer bijna in het centrum van Arnhem. Dus. Okay. Ik heb eens een baard hebben dan. Een mega baard. Ik moet eigenlijk de bus pakken. Eigenlijk. Want mijn fiets staat onbeheerd op het Centraal Station in Prinsenkaaf. Meneer, mag ik even aan uw baard trekken? Nee, waarom nou niet? Ah joh. Het is toch gewoon een normale vraag? Hey. Jongen. Hallo lieve, hoe is het met jou? Zijn we er weer? Ja, je bent blij dat je me ziet, hè? Ja. Ze hebben me gemist. Hier in Arnhem, ze hebben me gemist. Fijne dag, meneer. Wat een baard. Hey maatje, hoe is het? Alles goed? Je hebt geen baard, hè? Nee. Hij heeft geen baard. Ja, die is er net af, zegt hij ook nog. Oh, jongens. Tiri-di-di-di. Hop, voetje tussen de deur. Ik ben Jehovah getuige. Oké, dat is leuk. Nee, kunt u me even. Oh, meneer. Nee, meneer. Ik wil u. Ik wil u vertellen. Oh, meneer. Oh. Godverdomme, man. Ja. Mensen willen tegenwoordig gewoon niet luisteren. Dus. Hallo, lieverds. Ik kom even achter jullie aan. Ach, joh. Oh. Geweldig. Fijne dag gewenst. Doei. Veel plezier. Pas op hè, met de kleine. Het is druk hier. Ja, nee, ik denk... Ja, met kinderen ben ik altijd wel een beetje op mijn hoede. Ten eerste omdat er altijd van die pannenkoeken zijn die dan hier in Arnhem zeggen van... Ja, maar dat waren mijn kinderen. Rot erop, man. Nou, we lopen nu Korenmarkt. Dat is in principe de bekendste plek van Arnhem. Op de Steenstraat na. En daar lopen we nu. Het is vrij druk. Hé, maatje. Dus. Kijk, mensen staan allemaal fijn te wachten. Hallo lieve mensen. Ik ben weer terug hoor in Arnhem. Kom op tv? Nee, niet op tv. Ja, soort tv, soort van. Okay. Waar kunnen we jou s'nachts voor wakker maken? Met je mooie zonnebrilletje. Kom koffie, ook al. Ja, dan kunnen je mij ook voor wakker maken. Heb je het al opgegeten? Ja, is wel lekker. En jij, wat heb jij? Nee, het is ook al op. Nou, kom maar, ik neem het wel mee. Hier, wil je die van mij nemen? Toppie, dankjewel. Zo, doei. Nou, dan loop ik dan met een twee lege dozen. Ja, nou. Ik heb in ieder geval een paar goede dingen gedaan voor de mensen. Hebben jullie ook nog lege dozen? Nee, er zit nog wat in. Oh, ja, dat wil ik wel. Wil je hebben? Ja, graag. Ah, nou, niet allemaal tegelijk. Wat is dat? Oh, is er nog wat? Polenta. Oh, die neem ik ook wel. Die eet ik hier even op. Vorkje erbij. Hop. Oh, dat
En hebben jullie nog ergens spijt? Of spijt van mij dan? Wakker jullie al s'nachts voor wakker maken? Niet voor dit, hè? Nee, voor dit. Nee. Wat ben je met die camera aan doen dan? Ja, wat denk je zelf? Laat ik zelf het opnemen, hoop ik. Nee. Ja, mezelf, ja. Ja, klopt. Hoe weten jullie dat? Kunnen jullie dat zien? Nou, weet je wat? Hartstikke bedankt. Ik ga er weer vandoor, want ik ben net pas in Arnhem. Ik gooi het eerst even weg dit, hoor. Ah, heel goed. Pas op. Oh! Leg het even hier neer. Want ik moet... Kijk, weet je wat het is? Als ik aan het filmen ben, dan hou ik er niet van als ik niet naar achteren kan kijken. Oh. Een soort paranoïda is dat. Ah, doei, lieverds! Ga ik gewoon hier zo... Doei, lieverd! Doei, bedankt! Waar kunnen we dit zien? YouTube, Keizer en zo. Ja, Oké. Nou. Wij gaan eerst even eten, want dat heb ik wel verdiend. De lege bakjes gooi ik zo weg. Nou, Keizer en zo is gewoon weer terug in zijn eigen stad. Dus, dat. Nou, het hapje is bijna op. Hop. Jongens, ik heb een heerlijk hapje gekregen net. Van deze dames. Vinden jullie dat ook wel goed? Zeker. Oké. Nou, wij gaan even verder lopen. Hallo fijne dames. Hoe is het met jullie? Desperado's. Zijn jullie ook een beetje desperado vandaag? Zeker. Ja, ik ben Keizer en zo vandaag. Oh, kijk. Ja, oh, word je een beetje zenuwachtig van me. Hey, kan ik jullie iets vragen? Ben jij een vlogger? Ja. Oh, waar kan ik jullie s'nachts voor wakker maken? Desperado, ja. Nou, dat is makkelijk. Hey, bedankt hè. Doei. Voor een desperado. Amigo. En het laat me niet los. En ik ben weer de klos. In het bos, ja. En het laat me niet los. Hatje. Jongens. Hele fijne gezegende dag gewenst. Vandaag. Ja, is goed. Jullie ook een hele fijne gezegende dag gewenst. Wat ben je nou aan het doen? Ben je nou aan het pinnen hier? Ja. Oh, oké. Nou, de terrasjes zijn dus weer open. Helemaal geweldig. Ja, is beter dan de Febo. Hè? Ja. Hop. Hey jongens, hoe is het? Alles goed? Ja, wat gaan we doen vandaag jongens? Niet zoveel? Oké, hatje, dan gaan ze dan. Nou. Fijne mevrouw, dit is niet de bedoeling. Nee, kan allemaal niet, hè. Hallo, hey. Een gestolen fiets, mevrouw. Jawel, het slot is eraf, ik zie het. Geen sleuteltje. Nee, ho. Dit is een gestolen fiets. Jawel, die heb ik pas geleden nog van mijn moeder. Hallo, gaat u nou vluchten van mij? Nee, ik heb gewoon hier geen zin in. Nee, maar dit is een gestolen fiets. Nee, dit is mijn fiets. Nee, dat is niet, kom hier, dat is niet hier komen, mevrouw. Nou, kom hier met je gestolen fiets. Geweldig weer. Oh jongens toch. Was echt wel mijn fiets. Maar ja, voor deze keer. Ik laat je wel gaan hoor. Doei.